onze beste burgemeester van Utrecht. Wij zijn ontzettend blij dat u ook in deze huiskamer, waar eigenlijk de laatste jaar al zo verschrikkelijk veel gebeurd is, dat u hier wil zijn bij ons om de mooie expositie over deugden te openen voor ons op een speciale wijze. En dan moet je het eigenlijk met je onbewuste hand doen. Dus als u rechts bent, doet u het met links. En als u links bent, doet u het met rechts. Nou ja, oké, ook naar rechts. Nou. Respect. Ah, dat is... En dan is de vraag. Hoe heb je die deugd in de afgelopen week toegepast? Of hebben anderen naar jou toegepast? Moet ik even nadenken. Leuk, hè? Ja. Deugden die we hier allemaal zien, dat zijn er een 52. Er zijn er veel meer natuurlijk. Ik heb de kaart ook, 52 deugdenkaarten. Er zijn er 300 of nog meer uit alle religies en mensbeelden, boeddhisme, noem maar op. Alleen de 52 die zij daar uitgedestilleerd hebben, die zijn universeel. Daar kunnen we ons allemaal in vinden eigenlijk. Doelgerichtheid, klopt het? U heeft ze opgehangen, de deugden. Ja. En dan heeft u er vast ook heel veel over nagedacht terwijl u daarmee bezig was. Ja, ik heb ze gelezen en een beetje nagedacht. Ik heb ook geprobeerd mezelf hierin te vinden, maar bijvoorbeeld vertrouwen. Dat is heel belangrijk voor mij, om vertrouwen te hebben in de mensen om je heen. Je vrienden en je familie, kennissen. Ik sta hier voor respect en optimisme. Eigenlijk geen enkele deugd is dat je zegt van, nou, dat is nou de mooiste. Misschien liefde is, omvat alles. Deugden zijn eigenlijk zielskwaliteiten die ieder mens bezit. Als je dan zegt, god, dat is aardig dat je me helpt met het eten koken of de boodschappen, dat is behulpzaam. Dan benoem je in kwaliteit in de ander. En dat raakt je in je hart. Mijn naam is Rahim Bidlaf en ik kom uit Iran. Oké, aan jou het woord. Ik heb gehoord dat in Nederland ook verhalenvertellers toenemen. Omdat men is erachter gekomen dat voor betere communicatie in een multiculturele samenleving men moet ook af en toe van de rechterkant van het hersenen gebruik maken. En dat is wat een verhalenverteller doet. En dan komt u hier in Kanaleiland voor een groep mensen. Ja. Waar haalt u dan de inspiratie vandaan? Is dat gewoon wat u op straat tegenkomt? Inspiratie in mijn leven, in mijn zeg maar, opvatting, is één ding. Een brug maken tussen het oosten en het westen. Omzetten van hel naar paradijs. Omzetten van de oorlog naar vrede en vriendschap. Dit is een inspiratie dat ik altijd met mij heb, of hier of ergens anders. Voor mij één ding is belangrijk, dat men zich beseft dat ook andere manier is dan oorlog. Er zijn ook veel dingen die eigenlijk universeel zijn, die helemaal geen taal nodig hebben, maar die iedereen begrijpt van elkaar. Ik denk dat het gaat om gevoelens, hè? Hoe we elkaar voelen. Soms, de taal is heel belangrijk, maar hoe jij naar elkaar kijkt en hoe we voor elkaar willen zijn, dat is belangrijk. En hier, dat doen we gewoon. We hebben ook hier heel veel vrijwilligers die met hun hart en ziel bezig zijn om andere mensen die ons nodig hebben, die kunnen gewoon ondersteunen. Respect is eerbied hebben voor de aarde en voor alle levende mensen. Waarom bent u hier? Ik heb zelf 8 jaar in Iran gewoond. Mijn man komt ook uit Iran. En ik spreek ook de taal. In Iran, het respect wat ze naar de mensen toe hebben, dat ontbreekt nog wel eens hier. Waar merkt u dat aan dan hier? De bus. Wij leren de kinderen, althans mijn kinderen, heb ik altijd geleerd van als je ouder in de bus komt, dan moet je opstaan en je plaats aanbieden. En dat zie je tegenwoordig niet meer hier. Dat is toch wel een bijzondere dag voor jou? Absoluut. Ik was heel erg zenuwachtig dat de burgemeester kwam. En ik vind dat dat is een eer voor ons, dat wij in een kleine huiskamertje van ons kunnen wij hem als een gast hier hebben. Wat heeft u voor kaart? Ik heb het een fout. Dan is heel mooi. We denken niet aan wat betekent bijvoorbeeld rechtvaardigheid, optimisme, liefde, vertrouwen.
daar willen wij die teruggeven aan onze mensen die hier komen. Eén vraag nog. Ja. Heb je al een kaart uit de stapel gepakt? Nee, dat heb ik nog niet gedaan, maar ik heb hem wel eerder. Wel, Marianne heeft wel voor mij iets gedaan, rechtvaardigheid. Ja. Past goed, hè? Jawel, past goed, heel goed bij mij, ja. Ik ben goed terechtgekomen. Die moet je ook nog ergens ophangen dan. Nou, je zit wel hier. En hier.